Holy shit! What's going on? What's going on? What's going on? It's Minecraft time. Sorry. Oké mensen, holy shit! We zijn weer Minecraft aan het spelen. Ik heb er zoveel zin in. Echt. Ja. En we zijn helemaal hype. Zo. Ja, ik doe de helm op. Ja, ik dit. Geen idee. Jongens, het is gewoon een nieuwe Minecraft aflevering. En we gaan vandaag fucking vette dingen doen. Ten eerste hebben we even nieuws. Fucking hell. Ten eerste, mogen we een petje weggeven? Holy shit, vergeten. We mogen een petje weggeven. Dit petje, heel even snel, wat moet je doen? Ons abonneren, ons volgen op Instagram allebei. En onze laatste Instagram post een reactie achterlaten. En dan kiezen we iemand uit. En ik heb nog een dingetje, want jullie hebben natuurlijk massaal gereageerd op... Op onze laatste video. Ja, en daar hebben we een topreactie uitgevonden. Twee zelfs vandaag. Twee? Oké, de eerste reactie is dus van Teddy Gameplays. En hij zegt, de kenste regen uitzetten. Dus dat is in het plat. Je kunt de regen uitzetten door... / game rules. Game rule. Weather... Cycle false. Oké, ik ga het proberen. Maar moet jij dat dan doen of moeten wij dat allebei doen? Ja, ik heb het gedaan. Ik denk dat dit goed is. Ja, en de tweede reactie is van Roan Pelgrims en die zegt: maak in het midden een lift van water. Dus dat vind ik op zich wel een slim ding. Dat we hier zeg maar een gat maken en dan van water dat we hier gewoon keisnel naar onder kunnen. Ik weet niet. Ja, dat kunnen we een keer doen, weet je. Ik vind het misschien wel mooi om hier zo'n waterval onder het huis uit te laten komen. Ja, we kunnen van alles doen, maar wat gaan we deze aflevering doen? Oh ja, en het huis. En ik heb gewoon nog iets. Ik heb nog iets. Ja, jongens, helemaal vol nieuwtjes allemaal. Nieuwtjes. Namelijk, jongen, wat wil ik toch allemaal zeggen? Ja, onze shirt. Dat ook nog. Jongens, kijk onze skins. Oh, tuk. En kijk hoe we er in het echt uitzien. Tuk. Mijn oortje is uitgevallen, dus ik hoor ik nu niet. Ja, draai even om, Jesper. Draai even om. Wat staat er op je rug? Wat staat er op mijn rug? Moet ik even laten zien? Hier, Glowmovies. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Godverdomme. Ik denk dat we meteen even gaan slapen. Maakt het niet zoveel uit, of gaan we hem toch... Jawel, we gaan slapen. En dan kan ik meteen even het volgende vertellen. Ik heb zoveel nieuwtjes vandaag, holy shit. Jullie zeiden dat de textpack fucking lelijk was en dat het er allemaal nep uitzag. Dus nu hebben we gewoon normale Minecraft. Maar wat staat er vandaag op de planning, Jesper? Ja, ik ga wel verder met het huisje een beetje uithakken. En jij, wat ga jij doen? Heb je toevallig cobblestone? Ja, we moeten ook even echt gaan minen deze keer. Ja. Dit al denk ik de achterkant van het huis. Maar zullen we even avontuur gaan beleven in de mine? Besef dat ons huis is nog lang niet al veilig, maar ja. We gaan even minen, want we moeten echt even wat shit hebben. Dit kan ik niet tegen. Heb je ook genoeg hout? Als er daar in problemen komen? Ja, heb ik. Oké, laten we nou gewoon meteen gaan. Ja, onze mine is ook nog niet echt super, maar... We gaan eerst helemaal naar onder. Heb je hout? Ja, ik heb hout. Hey, ga eens weg, man. Ga eens weg. Ik kom er niet op. Oh. Ja, cool. Wacht, makkelijk van torches. Als jij nou even doormind, kan ik lekker achter hem aan lopen. Hoe diep zitten we? We zitten pas op 37, we moeten naar 11. Mm-hmm. Ik hoor dus trouwens ook helemaal geen Minecraft geluid, dus ik doe mijn helm trouwens even. Nee, als jij even hier een level erboven hakt, dat we ook trappetjes neer kunnen leggen. Slim. En misschien kan jij alvast dan meteen trappetjes neerleggen. Kun je op mijn heuren er een beetje uitzien? Maar dat boeit me niet zo heel veel. Ja, ik ga vast bovenaan beginnen en dan maak ik een... Trapje. Dubbele alvast, de twee gangen. Yes, what the fuck, kom! Ik schrik me dood. Wat? Zie je dat hier niet op de grond? Pels! Oh shit! What the fuck, Pels? Wat is dit? Ja, ik moet je één ding vertellen, ik heb Jesper net de goede textpack gestuurd en ik heb een paar dingen aangepast. Oh die shit, kijk als je hem hakt! Dan zie ik zo'n klein blokje Pels. Ja. Wat is Pels? Ja, goud. Oh, tuurlijk. Goud water. Gouden rakker. Ja, gouden rakker. Ja, jongens. Spaar goud. Oh, dat is toch geniaal. We hebben gewoon holy shit, hoe kom je hier aan? Hoe heb je dat gedaan? Ja, je weet het.
Nee, weet ik niet. Ik fix het allemaal, Jesper. Holy shit. Heb je meer veranderd? Ja, een paar dingetjes. Niet zoveel. Niet dat je dat lekker zegt. Maar daar komen alle mensen vanzelf achter. Schrok me nooit, van zei jij zei kom eens. Ja, ik was het ook gewoon even vergeten. In één keer zie ik een pilsje staan en ik dacht, man. Pilsje. Ik hoop wel even dat we diamonds gaan vinden vandaag. Even snel overmaken, zodat ik daar even een iron pickaxe kan maken. Oh ja. In mijn inventory staan ook zo'n gold, zo'n pilsjes. Oh, mijn iron zijn eigenlijk klaar. Ja, precies 3 iron. Dat is precies genoeg. En nou is mijn hout echt bijna op. Zo, dit gaat echt een stuk sneller, jongens. Ben je al onder, of niet? Nee. Steeds niet. Shit, man, ik ben veel te ver. Welk level gaan we doen? 10? Ja, doe maar 10. Ja, ik vind dat altijd een vraag. Wat is nou het beste level? Maar ik denk toch 10. Ik ga gewoon recht toe, recht aan. Als jij hier ook komt, fuck die trap even. Kunnen we even Ja, ik ben er bijna. Oh ja, ik maak het even af. Nou, hopelijk komen we iets leuks tegen. Het zou mooi zijn meteen meteen diamonds. Ons huis is niet eens af en we zijn alweer aan het minen. Ja, dat moet toch ook gebeuren. Ja, ik kan niet alles tegelijk. Ik ben al level 6, dat is best prima. Jalalala. Dit is niet... Oh, Jeffie, kom. Oh. Heb je diamond? Zie hier wat. Ik zie hier wat. En pils tegelijk. Dit is toch niet normaal? En pils. Ja, je hebt diamond. Holy shit. Oh, dat is logo erop. Holy, en pils. Ja, volgens mij, jij hebt ziek veel diamond, hè. Holy shit. Dit ziet er nice uit. Ik ga het nou gewoon hakken. En daar, Jep is Lusu. En pilsjes hakken. Liefde geniaal. Maar nou is even het volgende ding. We mogen niet doorgaan. Deze aflevering is nu al fire, echt. Deze aflevering is echt ultiem fire. Oi. Ja, fuck it. Ik vind het mine wel mooi geweest. We hebben diamond gevonden. Dat was het ultieme doel, toch? Ja, we gaan boven verder aan de hut. Ja, we gaan even echt onze hut afmaken. Dat moet wel echt gebeuren. Ik maak even snel het dak af. Oh, we kunnen ook wel gaan slapen. Kom. Slapen moet gebeuren. Oh, wat doe ik nou? Goedemorgen. Hoe ver maken we het huis? Dat moet ik wel even weten. Tot eentje verder. Dus daar komt de muur. Hier, dit wordt de muur. Die ik nu wegpak. Oké. Kan jij niet even hoofd gaan hakken? Jawel. En als jullie even ideeën achterlaten voor die chest room. Waar gaan we die? Oh, waar gaan we die maken? Oh jongens, kijk dit uitzicht. Oh, hier moet een glas komen. Shit. Hey. Oh, hebben jullie nog een mooi trapje naar boven? Oh, dat is wel gezellig. Ja, hieronder kunnen we wel echt iets leuks gaan maken, hoor. Oh ja, de farm moet er even mee werken. Wacht, ik ga even op ontdekkingstocht, ja? Even in de hoop. Ik heb echt... Wacht, heb je stokjes nog? Heb je even wat hout? Ja, ik heb ook niks. Ik heb 2 stokjes, man. Voor de rest ja, geef mij even 2 stokjes. Ja, ik heb ze hierover. Yo, rustig. Zo, heb ik genoeg? Ja. Wacht eens even. Als we op ons dekkingstok gaan, we moeten het goed doen. Wat doe jij? Ik hoor allemaal van alles. Rick, what the fuck? Ik heb een schaap gevonden. Dat heb je mijn hoofd erin geëdit. Waar ben je? Wat heb je op? Ik ga uit raak slaan. Ja, ik ga zo op ons dekkingstok. Wat heb je aan dan? Ja, hier is een schaap. Hé, hey, je varken, wat heb je hiermee gedaan? Ja, hier heb ik mijn gezicht op gedaan. What the fuck? Zo jongens. Ja, maar nu ga ik echt even een ontdekkingstochtje aan. Ja. Ik weet niet of jullie mij goed horen. Denk wel. Waar ga ik heen? Kijk voor een village, dat die dat een beetje dichtbij zit. Grafding afdoen, want het is fucking. Wat had je op dan? Ja. Snorkelbril of wat ook is. Oh. Zo, dit zit wel wat fijner. Stekken voor. Waar de fuck ben ik heen gegaan, jongen? Holy shit, ik heb al 2 stacks. Oh, ik heb paden gevonden. Paden? Wat is dit hier? Dit landschap hier, jongen. Zijn die dichtbij, die paden? Ja. Maar ik moet de paden even slachten. Nee, niet doen. Grapje, maar ik moet wel even wat eten hebben, eigenlijk. Ja, maar niet de paden. Nee. Maar ik ga mezelf slachten. Hey! Ik moet eigenlijk ook niet gaan rennen, maar ik moet toch gaan rennen.
Ik moet eigenlijk niet gaan rennen, maar ik moet toch gaan rennen. Maar hier nog meer paden. Sick. Dinges. We moeten trouwens ook even een dierenfarm gaan maken, echt even bijna. Ja, ik ben hier alle bomen weg te halen. Ik heb geen zin om zo de hele tijd eten te brooien. Oké, even snel eten. Holy shit, een dikke ravijn hier. Jasper, ik ga jou killen. Bam, bam. Level 10, lekker hoor. Ik heb 3 stacks hout, of ja, 4. Oh shit, het wordt eigenlijk donker. Dat is niet handig. Ja, ik ga hier nog even kijken en dan ga ik naar huis. Ja, tegen de tijd dat je terug zit, is het wel licht. Ook al heb ik er niet echt vertrouwen in dat er hier wat is. Zo, dit is wel lijp hoor. Wat kijk dan? Dit hier. Ja, echt een dikke stenen boog. Ja, ik heb niet echt het gevoel dat ik hier ergens heen ga wat echt speciaal is. Yep, ik kom naar huis. Gelukkig. Ik miste wel een beetje. Oké, ik ben naar huis gekomen en we gaan er weer even slapen. Wat heb jij nou precies aan het huis gedaan? Ja, dicht gemaakt. Oh ja, sick. Het is wel een beetje donker. Maar kan ik even torch plaatsen. Kijk, ik denk dat ik aan de overkant, daar, waar ik die boom aan de andere kant van de rivier. Ja. Daar doe ik denk de dierenfarm. Ja. Dan kun je zo'n mooi bruggetje maken over de dingen. Ja. Zal ik die vast gaan maken? Ja, is goed. Gaan we echt meteen groots uitpakken of pakken we zo'n standaard ding? Ja, ik zou op zich wel redelijk gewoon aanpakken. Zal ik even de gewone farm maken dan? Ja. Oké, waar gaan we de normale farm maken? De seeds farm, zeg maar. Oh, I don't know. Ik zou die gewoon hier aan de rivier doen. Dat is wel een dingetje eigenlijk, hè? Dat is wel zeker, hè? Heb ik alles bij? Hallo, hallo. Ja. Hoe ga je dat doen? Vanaf hier. Ja, ik ga hiervoor gewoon bij dingetje, ga ik gewoon even farm maken, ja? Ja, ik ga naar de overkant. Fuck shit. Ik ga hier dit even gelijk maken. Zo. Water kan 4 ver, hè? Ja. Kom op, Rick, je is een echte Minecrafter, je moet dat weten. Ja, ik weet het toch ook. Dan ga ik hier even mee beginnen. Dan hebben we ook zo'n beetje voor het huis, dat is ook wel mooi op zich. Ja. Ik vind het wel wat hebben altijd. Ja, het zal wel goed zijn, jongens. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Ik maak hier gewoon een strook. En ook kan ik deze 8 breed maken, als het goed is. En dan hebben we al een heel aardig oppervlak. Dan moeten we natuurlijk ook nog torches plaatsen en zo. Zeker. En ik heb te weinig deugd, maar dan doe ik dat hier gewoon even weghalen. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Nu heb ik een liedje in mijn hoofd. Even kijken. Nou, ik vind het wel mooi. Dit heeft wel wat als we hier voor de farm doen. Hekjes. Ik moet hekjes hebben. Fuck. Oké, het werkt al, maar dan moet ik hier natuurlijk ook even wat langer maken. En ik kan er niet tegen dat dit zo stromend is. Dus dat fix ik wel eventjes. En waar ik ook niet tegen kan is dat mijn hele inventory vol zit. Maar dat boeit me even helemaal niks. Zo kut. Dat is ook even makkelijk te fixen. Oh, dat is al gefixt. Dit kunnen we misschien nu helemaal doortrekken naar achter. Tot we dat deur er ook allemaal weghalen. En dan ga ik nou even... Shit, wat ging ik nou doen, jongens? Wat ging ik doen? Oh ja. Nee, dat weet ik niet. Ik weet het. Ik weet het zelf wel. Ik ga even diorite pakken. Hier even diorite blokken van maken. Fuck die ene blok. En dan doe ik dit. Dan dit. Torches heb ik. Even kijken. Misschien dat ik... En dan gaan we dit zo doen, dat je niet echt het water ziet. Wat zei Jesper? Ik ga denk een beetje verder op het water beginnen, dat je iets meer ruimte hebt. Ik weet nog niet hoe, maar ik denk dat ik hier... Oké, dan komt hier hetzelfde, jongens. Oké, dit ziet er wel al leuk uit. Ja. Ik doe het hier ook gewoon even, dat het de grens is, zeg maar. Ja. En zo zie je maar wat voor bouwkunst wij hebben. Oh ja, zeker. Ja, deze reis 4, dat maakt op zich niet veel uit, want dit gaat nog gewoon veel verder. Dat moet even later fixen. Jalala, jalala. Maar je hebt hier al dat hout weggehakt, man.
Ik kan zo even kijken naar jou, ja? Ja. Nee, dat is eigenlijk niet hoe ik het wil. Het is niet precies hoe ik het wil. Maar dat gaan we fixen, jongens. Het is ook niet hoe ik het wil. Ja, ik ga het wel weghalen. Zonde, hè? Zonde natuurlijk. Ik moet even hekjes hebben. Ja, dat is leuk, jongens. Dat is leuk. Dan kun je hier even een afdakje overheen maken. Van hout. Ik zou zo toch maar een keer komen kijken voordat ik daar klaar ben. Ja, ben je echt op zo ver van? Ja, ver is overdreven, man. Ja, weet je, voor nu doen we dit even, maar hier moet... Als, dit moeten we eigenlijk nog zo gaan doen. Tot dit, zeg maar, onze ruimte is waar we onderdoor moeten lopen. Even kijken. Ja, hout moeten we ook even binnenkort echt fixen, ja. Kijk, dan kun je hier daar mooi onderdoor gaan lopen. Ja, Jesper, ik kom daar heel even snel naar jou kijken, ja. En dan hebben we deze aflevering echt wel veel progressie geboekt. Als die seeds nog even groeien, dan kun je hier ook... Oeh, ik heb nog seeds. Kijk, hè. Op een of andere manier kan ik niet tegen dat deze rij 4 is en die andere 8. Maar ja. Ja, maar dit gaat nog verder, dus dan zal het wel niet zo'n probleem zijn. Ik denk dat Rick even bij Jeppie komt kijken. Ja, Jeppie, ik kom bijna wel. Ik hoop dat dit nog... aangroeit. Jesper, ik kom bij jou kijken. Dat worden stallen, of wat? Voor de dieren. Oh no, zombies incoming. Echt? Ja. Oh! Ik red je. Flikker op, man! Jeppie is aan het werk. Ja, dit ziet er wel echt leuk uit. Zeker. Leuke stalletjes, Jesper. Even kijken, doe ik hem zo. Dit wordt het dak. Ja. Klopt. Ja, Jesper, kom, we gaan slapen en dan gaan we de video afsluiten. We moeten even naar ons vertrouwd huisje weer. Ja, vooruit. Oh, zombies onder water. Ja, overal zombies, jongen. Holy shit, dit ziet er mooi uit. Ja, het ziet er best prima uit, hè. Dit ziet er echt mooi uit. Dit afdak is mooi. Ja, de afdak is grappig. Maar even slapen en dan sluiten we de video af. Of we sluiten nou gewoon af. Want als we binnen zijn, zijn we nou veilig, want het huis is af bijna. Alleen de vloer moet nog gelegd worden. Oké, jij gaat slapen, dan ga ik ook slapen. Oké, mensen, dit was de aflevering. Had ik nog iets te zeggen? Oh, het glas is nog niet eens gefixt. Shit. Volgende aflevering, moeten we niet vergeten. En jullie moeten even idee laten voor een chestroom. Ja. Moeten we daar een apart gebouw van maken, wat wel lijp is? Ja. Of vanuit onder naar de kelder in het huis? Ja. Ik denk eerlijk gezegd een apart gebouw. Ja, ik vind een waterlift eigenlijk hier ook wel lijp op zich. Dan kan je heel snel hieronder. Kan je heel ploep. Of dat je gewoon in het water valt. Weet je. We laten het kijkers gewoon bepalen. Ja. Ja, en dan zeg ik nu. Like de video. Nee, eerst liken en abonneren nog zeggen. Oh ja, eerst liken en abonneren. En abonneren en natuurlijk. De want dan mis je giveaway actie niet vergeten. De giveaway en giveaway actie. Zeker niet vergeten. Jongens. Houdoe. Doei. Klappen.